Hallo dames en heren, jongens en meisjes. Welkom, 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 welkom bij deze kleine vlogvideo update. Ik ben teleurgesteld. Ik ben niet teleurgesteld in bepaalde mensen, maar ik ben meer teleurgesteld in een paar van die wilde joggen, kun je wel noemen. Ik wou richting huis fietsen bij de Albert Heijn in Warnsveld, was ik aan het fietsen. En ik fiets zoals altijd vlak achterna helemaal naar een school toe. Ik weet niet precies hoe die school heet. Dat doe ik al een hele lange tijd. En op een gegeven moment riep een paar kleine kinderen mijn naam van J Gamers dit en dat. Ik dacht van jongens, nu even een keer een dagje niet. Ik was te moe en dergelijke. Ik ben nog steeds moe. I'm fucking dead. En op een gegeven moment kwamen een paar van die wilde joggen naar me toe. Ik fietste ergens anders heen. En ze gingen de hele tijd achter me aan en dergelijke. En op een gegeven moment ben ik ze kwijtgeraakt. En toen wou ik weer richting naar huis fietsen. En toen zagen ze me weer. En toen gingen ze schreeuwen dit en dat. Gingen ze J-gamen schreeuwen de hele tijd. En ik denk bij mezelf van, je fietst keihard. Je fietst achter me aan. Ik fiets keihard weg om niet lastiggevallen te worden. Want ik wou serieus niet eventjes een praatje maken. Want ik zou zeggen, ik ben moe. Ik heb heel veel dingen te doen. En ik moet heel veel dingen regelen voor een paar video's, wat er binnenkort aan zit te komen, leuke video's. En toen zei ik pakken en toen ben ik heel snel weggefietst. En toen zei die, en toen, ik was bijna thuis, waar ik woon, dat gaat hier nooit iets aan. En toen vielen ze me weer lastig, toen zag ik ze weer. Ik fietste achter hun. En hun hoorden waarschijnlijk het geluid van mijn fiets. Want mijn fiets loopt te knakken en te kraken. En toen zagen ze me. Toen ben ik heel snel een ander zijgangetje van een paar woningen doorheen gefietst. Toen ben ik ze kwijtgeraakt. En toen ben ik ze ook gelukkig kwijtgeraakt. Tot ik bij een school aankwam. Bij een school dicht bij mij in de buurt. En toen zag ik die kinderen weer. En toen liepen ze weer te schreeuwen van ja, jee, game is dit en dat. En toen heeft een goede vriendin van mij, toen ik wegfietste, iets van tegen hen gezegd van jongens, laat hem met rust. En toen hebben ze me ook naar die tijd met rust gelaten. Want toen ik naar huis fietste, toen fietsen hun, toen, want ik zat toen in een zijgangetje, een soort van straatje, hoe heet dat, was ik me aan het verstoppen, want ik wou eens onder de tuin leiden dat ik, hoe heet dat, weg was gefietst. En toen zei, en toen, hoe heet dat, toen ik weer naar huis fietste, toen zei ze geen, hoor je gamers dit meer of dat, of ze schreeuwden niet meer. Want hoe zou ik zeggen, ik vind het ontzettend leuk dat jullie naar mijn video's kijken. En dat jullie me, hoe heet dat, supporten. En kijken naar mijn video's, dit en dat. Maar ik vind het ook een beetje te ver gaan. Want ja, ik vind het de eerste, je hoort niet te schreeuwen. Helemaal niet 's avonds tegen 8 uur. Want je weet nooit of kleine kinderen ergens slapen. De tweede, je fietst keihard achter me aan. Dat vind ik al, wordt het respectloos. Want als ik eventjes geen antwoord of geen reactie of wat dan ook op jullie wil geven, dan moeten jullie het even accepteren. Want ja, hoe zou ik het zeggen? Ik ben niet een persoon die echt, ik ben wel een persoon van, ik wil met kinderen die mijn video's leuk vinden wel heel op mee op praten. Maar ik vind het ook gevaarlijk wat jullie deden. Want hoe zou ik zeggen, je kunt aangereden worden door een auto, je kunt aangereden worden door een... Maar ja, ik vind het ook, weet dat, onverantwoordelijk wat jullie hebben gedaan. Want hoe zou ik zeggen, het kan misgaan, het kan fout aflopen. Maar hoe zou ik het zeggen, die kunnen, weet dat, niet alleen je eigen leven, maar ook die van iemand anders in gevaar brengen. En dat vind ik misschien nog het allerergste wat jullie hebben gedaan. En ja, ik ben eigenlijk gewoon, weet dat, teleurgesteld. Dit en dat, en zus en zo. En ik hoop, ik zie het deze keer gewoon serieus eventjes kijken hoor. Deze keer zie ik het door de vingers. Wacht, ik kan het beter zo doen. Deze keer zie ik het door de vingers. Dat jullie ooit dat achter me aangefietst zijn en keihard hebben geschreeuwd en dergelijke. Maar de volgende keer, als jullie me zien of wat dan ook, dan mogen jullie gewoon je gamers zeggen. En als ik dan een keer behoefte heb om een praatje te maken of wat dan ook, dan vind ik het prima. Maar je moet niet, als ik geen zin heb of wat dan ook, achter me aan fietsen. Of hoe heet dat, vervelend gaan doen de hele tijd. Want het is gewoon bloedirritant.
En ik erg me gril dat iedereen wordt dat komt rijden met scooter en met fietsen en met een man met zijn hond loopt die mijn opnames lopen verkloten. En ik ga ze ook niet opnieuw maken. Maar ik vind het ook een beetje onverantwoordelijk wat jullie zelf doen. Want jullie schreeuwen misschien wel mensen die keihard hebben gewerkt in het weekend vakken. Dat vind ik als eerste fout bezig, dat jullie fout mee bezig zijn. En ten tweede, ik vind het heel onverantwoordelijk. Want hoe zou ik zeggen, als jullie keihard achter me aan fietsen, dan kan misschien wel een auto of wat dan ook, zonder dat jullie niet doorhouden aankomen, en jullie zo ver rijden. En ik ben niet aansprakelijk. Vind ik. Ik wil niet aansprakelijk gesteld worden voor ja, onze kinderen zijn. Ja, door jou is mijn zoon dit of dat aangereden. Want hoe zou ik zeggen, het is zelf de verantwoording voor je als kind zijnde zelf. Niet die van mij. Dus eigenlijk wil ik gewoon zeggen dat ik teleurgesteld in jullie ben. En ik zie het echt deze keer door de vingers. Maar de volgende keer als ik die paar kinderen weer zie en dergelijke, dan wil ik best wel met ze gaan praten en dergelijke. Ze mogen me vragen stellen en dit en dat. Maar ik wil niet dat die jongens, dat die wordt het keihard schreeuwen en keihard achter me aanfietsen. Want die maken misschien mensen die keihard hebben gewerkt dit weekend wakker waarschijnlijk. En het is ook misschien, en het is ook heel erg asociaal. En ik vind het gewoon wordt dat privacy schending. Want ja, hoe zou ik zeggen, ik vind het gewoon een soort van privacy schending. Want als ik eventjes geen zin heb om met jullie te praten, moet jullie het gewoon even accepteren. Als ik met mijn familie of met mijn vrienden loop, dan wil ik niet dat jullie met me praten. Niet met elkaar mijn naam schreeuwen of wat dan ook. Want hoe zou ik zeggen, ik vind het gewoon wel dat en onverantwoordelijk. Want iedereen van mijn familie weet dat ik aan YouTube doe. En ze weten hoe het wereldje van mij een klein beetje in elkaar zit nu. Dat ik een beetje nu veel meer bekend ben geworden dan ooit tevoren. Want ja, ik begon met J Gamers met 8 abonnees. Ik ben met 8 abonnees begonnen met YouTube. En ik ben serieus vooruit gegaan met de video's. En ja, ik vind het ook heel leuk. Ik accepteer alles met dit. Maar dit accepteer ik echt voor geen meter. Want ik vind het zo privacy-schending. En hoe zou ik zeggen, en je schreeuwt nog keihard op straat. Dat vind ik al asociaal. En je komt achter me aan fietsen als ik geen zin heb eventjes te praten of wat dan ook. Als ik zo'n lange dag heb gehad. En ja. En wordt dat je fiets keihard. Maar je weet nooit of een auto aankomt, ja of nee. En dan word je aangereden. Maar ja, jongens, ik zie deze keer echt door de vingers. Maar doe het alsjeblieft vooral niet, want ik vind het. Want hoe zou ik zeggen, ik voel me niet verantwoordelijk als je omver wordt gereden of wat dan ook. Of dat je gezeik krijgt met de politie. Maar ja, jongens, doe het alsjeblieft nooit. En dan zeg ik al één ding, bedankt. En dan zeg ik later.